Yo kijkers, welkom in een video. Ik ga vandaag verder met mijn Road to Plat. Dus niet meer met random auto's, want dat ging niet zo goed. Ik ben nu Gold 3 Divisie 3. Dus misschien als het goed gaat kan ik deze video Divisie 4 worden. En ik ga dus gewoon weer met mijn octeentje spelen. En dan laten we gewoon gelijk de match in gaan. Oké, ik zit in de eerste match tegen Olympic 1. Hopelijk gaat het een beetje goed. Kijk, ik heb de kick-off gewonnen, maar hij demo't me wel. Hier kan ik makkelijk vergaan. Kijk, gewoon heel snel erbij zijn. Nice. Ja, dat is heel lastig te saven. Het eerder moeten komen, denk ik. Maar dat is prima schot. Mission failed. We'll get him next time. Stel zien. Oh, dat is lek. Wat? Oh mijn god. Oh wow. Dat is perfect te zetten voor een airdribble. En dan teleporteer ik gewoon weer terug. Als ik snel ben. Nee, die zou niet zitten. Nice. Ik oefen dus ook een beetje op fast aerials, maar zoals je ziet, het gaat nog niet zo goed. Het is gewoon dubbel jump aerials zijn het, zeg maar. Preflip? Oh, nee. Jammer. Kijk, we winnen de kick-off. En daar zit ik al gelijk. Maar ik tik me nog af in. Nice. Fast kick-offs zijn echt heel chill, ik blijf het zeggen. Maar vooral in mijn niveau, want heel veel mensen die kunnen hem nog niet en die zijn nog helemaal niet zo snel. Dus dan kan je gewoon heel vaak langs hen heen tikken. Ah shit. Ik wilde voor een freestyle gaan, maar ik kreeg hem niet onder controle. Ga ik voor zo'n freestyle? Op zich close, maar nu ben ik helemaal uit positie. Maar hij neemt zijn tijd. Dat is niet heel slim. Daardoor kan ik hem gewoon nog zeven. Demo play? Oh nee. Hij landde op mijn auto. Ik wilde eigenlijk onderdoor rijden. Oh, wat een geluk. Hij poelt me tegen de bal aan ongeveer. Ik wilde hem bumpen. Wat? Ah, kijk, hij heeft gelijk geforfeit. Ah, dat ging wel lekker. Goed begin. Oh, kijk. We hebben gelijk alweer divisie 4 gehaald. Er is nog maar één divisie omhoog en ik ben platinum al. Het gaat echt best wel snel. Dus misschien kan ik deze video al wat platinum worden. Dat gaan we zien. Ik hoop het. Ik ga in ieder geval nu de volgende match in. Oké, tweede match. Tegen Mark. Oeh, hij kan ook goede fast kick-off. Ja, nu wordt het natuurlijk ook lastiger, want die komt meer in de buurt van platinum. Nani? Oh. Nee, oh, hij zit wel. Nog even dat ik hem nog safety. Ja, ik had geen boost. Dus ik moest een beetje jibble jumpen. Ja, net te zacht. Oh shit, slechte kick-off. Ja, dat wordt afgestraft. Minder goed begin als net. Maar er kan natuurlijk nog van alles gebeuren. Kijk, zie ik je kick-off. Ah, nice. Hij zit ook gelijk. Ja, dat is echt heel goed. Als je een vast kick-off kan, dan ook nog een goede 50. Maar dat kan ik nog niet hoor. Constant, dat is gewoon een goede kick-off net. Minder goede kick-off van hem nu. Oh, wat een save. Bumpen.
Oh shit, hij heeft hem nog. Maar hij heeft nu geen boost meer. Oh, toch wel. Another one. Oh, weer dat ik hem aanraak dat hij alsnog in de kool gaat. Oeh, daar heeft hij wel geluk mee. Oh shit. Wat was dat? Nee joh. Wat, dat ging ziek raar. Ik had niet door dat hij niet ging, maar hij pinchte gewoon met de grond keihard. Wat? Boom. Oh, dat was geen pinch, dat was gewoon een hartschot. Ah, dat deed hij net best netjes. Verhoek. Yes, dat was een goed schot. Gewoon goed geplaatst en ook wel hard. Zo, 131 km. Oh, dat komt natuurlijk door hem. Hij was wel 131 km per uur. Ik schoot mezelf niet. Maar... Ah, gaat voor een freestyle. Denk ik. Oh, toch niet? Oh, fake. Another one. Oh, goed geplaatst. Hij heeft daar goed geplaatst geschoten, maar de hele tijd tik ik hem er zelf in. Gewoon dat ik hem safe, maar dan net niet goed genoeg. Kijk, nice. Met een beetje geluk, maar wel lekker. Gewoon een goede 50. Is het nu wel voor freestyle? Jazeker, een scenic shot. Oh nee, geen pinch. Oh nee, gelukkig. Oeh, wat een mooie schot. Ja, ik moet het toch doen, hè. Ik vind dat het zo kut om deze goals te scoren, maar ja. Dat was een mooie scenic shot van hem. Alleen net niet goed genoeg geplaatst. Oh shit, ik heb het weer niet door. Oh shit, dit is gevaarlijk. Ja, dat is heel lastig te zeven dan. Oh, fake. Dat is geen fake, maar moet je dan dat zeggen? Oh, ja, dat de boost niet insmelt is dan toch wel jammer. Niet goed gepositioneerd voor mij. Maar ik had gewoon gehoopt dat die boost inspande. Helaas, deze match niet gewonnen. Misschien kan ik nog afsluiten met de freestyle, maar dat denk ik niet. Nee. Op, heb hem nog? Heeft hij nog wel? Ah. Oh. GG, het was een leuke game. Helaas niet gewonnen. Hopelijk ben ik niet gelijk in Division Down. Ah, toch wel. Ik ben weer Divisie 3. Maar dan ga ik gewoon weer nog een game spelen. En dan hoop ik weer gewoon Divisie 4 te worden. Hoop als je sportief bent, laat me nou even voor die air dribble gaan of zoiets. Maar hij is niet sportief. Hoppa, wat krijg je ervan? Moet je maar gewoon even laten gaan. Flik? Oh, hele goede flik. Holy shit. Ik speel echt veel beter met die Octane. Ja, ik ben nu ook wel in vorm, maar... Fuck this shit, ah, hij is gelijk gevoorviet. Hij zag de goede flik en hij dacht, ja, fuck it. Nice. En ik ben gelijk ook weer in de Vision Up. Dus misschien kan ik alsnog wel wat platinum halen in deze video. Het zou natuurlijk wel mooi zijn. Derde match. Oh nee, vierde trouwens. Want die vorige was heel kort. Maar het is wel de vierde. Ja, het is alweer de vierde match dus. Oh, heel slecht voor mij. Oh nee, hij mist hem. Oh, wat een geluk. Hij misklikte waarschijnlijk, want ik zag hem backflippen daar. Oh, ik wil hem nog pumpen. Maar dat was heel risky. Want nu is het een goal voor hem. Ik kan geen boosten. Maar als ik hem pumpte, zou het een goal voor mij zijn. Nou ja. Dat is het risico. Oh, hij kwam daar alweer. Ik weet niet waarom die zo voor me langs de goal langs gaat.
Ze weten niet dat de bedoeling is dat hij erin gaat. Nice, snelle counter. Laat hem nog bijna, maar ik was te snel. Pow! Misschien een goed schot heb? Ja, dat heb ik zeker. Goh, die was lekker. Ik ga voor de boost. Hij gaat voor een freestyle. Oh shit. Oh, hij verandert nog heel goed van richting. Maar ik was nog net op tijd. Oeh, weer een flik. Ah, ik kreeg hem niet goed voor elkaar. Voor mijn auto. Oh, hij flipt helemaal voor die bal langs. Ik faked hem eigenlijk een beetje dat ik hem gewoon hard zou raken voor de goal langs. Maar tenminste, dat denk ik dan, want ik weet niet waarom hij anders zou flippen. Misschien was het ook gewoon een misklik, maar het klinkt leuker en fake. Helaas wel weer een goal van hem. Oh nee, ik had te weinig momentum. Ja, je merkt wel dat het niveau gewoon steeds hoger wordt. Hoe dichter ik op plat kom, hoe beter ze worden. Ik heb ook al een paar keer al tegen plat gemoeten. Hij gaat er voor een freestyle. En dat doet hij goed, maar ik heb hem nog. En dan ga ik gewoon counteren, heel sferig. Maar het moet gewoon. Het is ranked, weet je. Ik wist dat hij zou komen. Maar ik zit gewoon goed achter de bal. Oeh, ik wil hem weer blokken. Heel risky en heel dom. Jammer. Het is nog niet over. Gewoon voor de boost dat hij dit niet heeft. Kom, laat me nou één keer voor de freestyle gaan. Dankjewel. Ja, nee, ik moet hier niet vergaan. Nee. Nee, die ga je niet counteren. Nee, doe het niet. Oh, wat dom. Ik heb nog geen boost meer. Ik weet dat het risico is, maar... En ik ben weer in Division Down. Zo blijven we lekker slingeren tussen de Gold 3, Divisie 2 en 3. Kijk, het was ook al een Platinum. Het was een Platinum 1. Maar ik ga nu gewoon nog een match doen, want ik kan gewoon een beetje knippen dan. En ik vind het wel leuk om in ieder geval bij Divisie 4 te eindigen, als ik weer kan winnen. Of ik ga gewoon weer in Division Down, maar... Oké, de vijfde en laatste game. Als ik win, ben ik misschien wel weer Divisie 4. En als ik verlies, dan hoop ik dat ik geen Division Down ga. Ik weet niet wat ik hier deed. Het is geen goed begin, maar... Maar ik speel sowieso wel wat beter deze video. Dus ik denk dat het wel heeft geholpen dat ik niet meer met random auto's ga doen. Oh, hij faked me een beetje. Maar op zich gaat hij er niet heel veel aan. Ja, nee, want hij mist een verdediging. Oeh, ik faked hem daarvoor een beetje. Met een fake challenge. En daarna een goed schot. Nice. Kijk, ik ben veel sneller. En dan zou ik er gewoon in kunnen tikken, zeker. Fastkick-offs zijn zo chill. 2-1. Oh, wat, ik misklik. Ja, dan is de free goal van hem. Zo naaiend. ik dubbeljumpte per ongeluk. Nee, ik durf nooit zonder boost gewoon naar de dingen te gaan. Dat is ook helemaal niet slim. Dat is gewoon vragen om counters. Oeh. Ik krijg niet genoeg power achter die flik. Ja, op zich wel genoeg power, maar hij veranderde niet genoeg van richting. En dan counter ik hem gewoon. Oeh, denk ik nog net. Goed schot? Nee, zeker niet. Ja, die boomertjes moet je het vooral gewoon van hebben. Nee, ik dubbeljump weer per ongeluk. Dat is jammer. Maar ik stond er ook sowieso heel lastig voor.
Ik had geen boost volgens mij. Oh, wat hij blijft me ook gewoon faken. Ik denk er ook gewoon niet naar. Snel counteren misschien? Nee. Misschien kan ik die boost halen. Ook niet. Ik wacht hem even af. Ik even een beetje op te fokken. Nee, dat doe ik niet. Oh, ik mis de boost ook. Gewoon counteren. Ik weet niet of die ingaat. Ja, zeker wel. Oh nee, toch niet. Laat maar. Dat is jammer. Oh, heel goed schot. Oh, gelukkig is het net niet. Daar heb ik wel geluk. Kom ik goed weg. Oh nee, wat? Ik schakel de balken per ongeluk aan. Ik wilde voor de demo gaan en toen klikte ik per ongeluk op Y. En dat is balken. Freestyle. Oh nee. Tarde setup. Ik weet niet wat ik hier doe, maar het is niet zo slim. Mop snel counteren. Oh nee. Oh, zo slecht ben ik in die counters. Moet ik echt gewoon veel sneller zijn. Dat is gewoon. Kijk, nice. Ik wist dat even die booster te gaan, maar ik mis hem. Dus dat is jammer. Schoten worden iets minder. Maar het is dan ook lastig geschoten hoor. Goed te raken. Ik heb geen boost. Dat is een beetje risky. Maar ik ga de bal natuurlijk niet zomaar weggeven. Had ik beter wel kunnen doen. Oh mijn god. Oh. Oh, nee. Ja, dat zit sowieso. Oh, dat is echt even awkward. We stonden allebei een beetje achter die bal. We wisten niet wat we moesten doen. Ja, ik in ieder geval niet. Volgens mij wist hij het wel een beetje. Goed verhaal. Ja, ik geef hem niet zoveel tijd. Oeh, heel mooi. Ja. Nee, dit is gewoon nog geen goal. Yep. Helaas. Deze niet gewonnen. Oké, ik ben gelukkig geen division down. Ik probeer buiten de opnames weer divisie 4 te worden. Zal ik misschien de volgende video allemaal plaatsen in mijn kanalen? Dat zou wel leuk zijn. Nou, dat is dit het einde van de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Als jullie het leuk vonden, like de video. En vergeet niet te abonneren als je dat niet hebt gedaan. En dan tot de volgende video.